Autobedrijf Pon, eigenaar van fietsenproducent Gazelle, aast op de andere twee Nederlandse fietsfabrieken, Sparta en Batavus, van Axel. Ook de Batavusfabriek in Heerenveen, onderdeel van Axel, zou als de overname doorgaat onder Pon gaan vallen. De Batavusfabriek in Heerenveen kent een rijke historie. In 1904 opende de Andries Gaastra zijn winkel in uurwerken en naaimachines. 2 jaar later breidde hij het assortiment uit met fietsen van het Duitse merk Presto. Al snel volgden ook de in eigen beheer geproduceerde fietsen onder de merknaam Batavus. Het bedrijf werd een begrip wereldwijd en voor altijd verbonden aan Heerenveen. Het bod van Pon ligt ver boven de waarde van de aandelen. Deze zijn nu nog in handen van de Axel Groep. Met de overname is zo'n 850 miljoen euro gemoeid. Mochten zij de aandelen aan Pon verkopen, dan wordt het de grootste fietsfabrikant ter wereld.